Een programmamanager heeft de verantwoordelijkheid voor de aansturing en begeleiding van een project of van meerdere projecten. Ook is het in bepaalde situaties mogelijk dat de verantwoordelijkheid betrekking heeft op deelprojecten. In de uitvoering van werkzaamheden is het voor een programmamanager belangrijk om een projectmatige aanpak te hanteren. Een programma kent verschillende projecten die aan elkaar gerelateerd zijn. Het doel van deze losstaande projecten die onderling een link hebben, is om tot een afgerond en concreet product te komen. Er zijn doorgaans verschillende ingewikkelde doelstellingen om te behalen. Het behalen van een enkele doelstelling voorziet daarbij niet in de afronding van een project, maar het behalen van meerdere doelstellingen wel. De combinatie is nodig om tot het eindproduct te komen. De programmamanager heeft als taak ervoor te zorgen dat de afzonderlijke projecten samenkomen tot de gehele doelstelling. Per project is het mogelijk dat de werkzaamheden net even verschillen. Bovendien zijn programmamakers actief in allerlei branches en die hebben eveneens invloed op de invulling van de functie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om als programmamanager op het snijvlak van IT en bedrijfsvoering te werken. In het algemeen geldt dat taken onder meer bestaan uit het uitvoeren van programma's conform een methodiek binnen de gestelde financiële kaders. Een programmamanager dient daarbij knelpunten te signaleren en nieuwe opties te ontdekken om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het opstellen van risicoanalyse kan eveneens tot de taken behoren, net als het begeleiden van medewerkers op het gebied van ontwikkeling. Er is bovendien vaak sprake van een ondersteunende functie van het bestuur en management. De functie programma manager komt tegenwoordig steeds vaker voor en is een belangrijke functie.